Boeren die groenten exporteren, moeten hun huiswerk maken, zegt minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De bewindsman geeft aan dat vooral erop gelet moet worden dat gewassen volgens de juiste procedure worden verbouwd en er geen exportstop meer komt vanwege het gebruik van bepaalde chemicaliën. Huiswerk houdt in, als je eigen aanplant hebt, dat je alles noteert wat je gebruikt, ook ziekte en plagen die je tegenkomt, alles wat op jouw bedrijf gebeurt, moet je vastleggen. Aan de andere kant is het zo dat indien er boeren voor jou planten, dan moet je hetzelfde doen ook bij die boeren. Die boeren registreren, maar ook begeleiden, scholen, noem maar op. De bewindsman geeft verder aan dat hij boeren al had gewezen op hun gebruik van chemicaliën bij een eerdere importstop in 2021. Deze ondernemers hebben zich aangepast en hadden na 3 maanden hun huiswerk al gemaakt. De bewustwording bij hun moet groeien. We moeten ze alternatieven bieden. Ze moeten continu begeleid worden in het veld. De training die daarbij moet plaatsvinden. Inrichting van je bedrijf. Je kunt overal met flessen gooien waar de chemicaliën zaten. Op die dingen wordt er gelet nu op dit moment. Natuurlijk zijn we er nog lang niet. Het vereist capaciteit, het vereist kapitaal, het vereist een heel wat deskundigheid die je ook nog binnen moet halen. Maar het proces is ingezet. En ik moet daarbij wel eerlijk aangeven dat daarbij wij ondersteund worden door de IDB qua financiering en opzetten en inrichten van je laboratoria van de Europese Unie. Deze week hebben we nog een ontmoeting gehad met de Europese Unie, met de IDB en de FAO. En, om te kijken waar en waar we nog tekortkomingen hebben en hoe zij ons verder kunnen bijstaan. Seudin zegt dat de autoriteiten nu strakker controlebeleid zullen voeren met de nieuwe wetgeving ten aanzien van nationale veiligheid. Er is ook apparatuur aangekocht om analyses te kunnen plegen.